Goedenavond, we staan hier bij Jody. Jody, je doet mee als finaliste bij Miss Wellness Beauty dit jaar. Stel je eens even voor, alstublieft. Ja, hallo, ik ben Jody de Rijke. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Eke, dicht bij Gent, Oost-Vlaanderen. Ik doe eigenlijk mee aan Miss Wellness Beauty Belgium, omdat ik eigenlijk een grote link heb met de sector. Dus ik eigenlijk al 3 jaar ervaring heb als schoonheidsspecialiste en sinds enkele maanden mijn eigen zaak heb geopend, Beauté, Beauty and Nails. Zeg, dat is een hele boterham. Schiet er nog iets over? Heb je nog hobby's die je kan doen bijvoorbeeld? Ik heb niet zoveel tijd om echt hobby's uit te oefenen. Als ik tijd heb, dat is meestal dan in het weekend, dat ga ik wel met vrienden iets gaan drinken of gaan we een keer gaan feesten. Dat is ook wel altijd belangrijk, een beetje ontspanning. Woon je nog bij je ouders? Ja, ik woon nog thuis. Hoe staan die er tegenover dat je zo met misverkiezing meedoet? Ik woon samen met mijn mama en die steunt mij daar heel hard in, ook in mijn zaak. Ze helpt mij daar ook wel een beetje aan met de administratieve kant. Dus ja, ik heb wel enorm veel steun van haar. En je vrienden, zijn die niet jaloers of je vriendinnen, zijn die niet jaloers dat je met een misverkiezing meedoet? Oh, ik denk niet dat mijn vriendinnen jaloers zijn, ik weet het niet. Mijn vriendinnen zitten ook niet in de sector, dus dat scheelt denk ik ook wel wat. Maar ik denk wel dat ze mij ook erin gaan steunen. Wat denk je daarmee te bereiken om met zo'n misverkiezing mee te doen? Ik hoop natuurlijk om het kroontje te behalen. Dus Miss Wellness Beauty Belgium 2017. Omdat ik denk wel dat ik een goede ambassadrice zou zijn. Zeker omdat ik al zoveel ervaring heb. En gewoon dat ik altijd nog steeds kan bijleren. Nieuwe mensen ontmoeten. Dus ik sta er allemaal voor open. Wat zijn de redenen waarom een jury voor jou zou moeten kiezen, denk je? Ik denk dat ik ten eerste ook wel de ervaring die ik heb. Ten tweede dat ik ook wel de uitstraling heb. Je moet toch zelf ook wel goed verzorgd zijn en er toch goed uitzien om mee te doen, vind ik. En de motivatie, ik ben wel vlot om met me spreken. Ik kan het goed uitleggen. Het is een leuke ervaring. Oké, Jody, dat klinkt allemaal heel goed. En ik gun je zeker alvast de titel. En ik wens je zeker ook heel veel succes, hoor. Dank u wel, dat is heel vriendelijk.